now. Nou, daar ben je wel in één keer vanaf, hè? Het ziet er wel ineens heel anders uit als je eronder zit. Dan zie je in ieder geval niet meer terugkrabbelen. Daarboven het plankje. Wat zal het zijn? 30 meter? Nee? Ja. En dan? Ik ga helemaal gaan naar beneden, is volgens mij heel klaar. Nou, volgens mij geeft hij een klein beetje zetje, want hij heeft er wel vast. Ik sta nog steeds te trillen op mijn benen.
Het was echt zo eng, hè? Wat je hebt gedaan, hè, hoor. Ik durfde niet te springen. Ik stond erboven en hij zei ready. Ik zeg no. Hij zegt ready. En ik stond zo met één arm. You have to let go your other arm. Ik zei no. Ik durfde echt niet. Oh, ik sta niet eens te trillen. Moet kijken. En dan spring je en dan denk je echt dat je gewoon doodgaat. En het doet vet pijn in je enkels. Jij zei het doet geen pijn, maar je krijgt toch echt een tering ruk aan je enkels, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar als je eenmaal springt, dan is het echt over in 20 seconden. Ja. Maar vond je het echt gaaf? Ja, voordat ik sprong was ik echt heel bang, maar toen ik eenmaal hing. En dan heb je eerst dat hele harde stuk, hè? Ja. En dan ga je echt heel diep, zeg maar. En dat is wel een beetje eng, want je ziet echt alles op je afkomen. Ja. En dan ga je omhoog en dan is het eigenlijk al helemaal midden eng. En dan denk je echt, oh, wat een mooi en zo. Dan zie je al die mensen en zie je al het water en dan denk je van, oh, vet cool. En dan dacht ik echt, oh, wat gaaf. En die eerste 3 seconden dacht ik echt, oh my god. Als dit wel goed gaat. Maar ik sprong, hè, Nick? Het duurde wel lang, maar ik sprong. En hij zei, you have to.